De Bergenstaal is zo'n schip. Het vaart tussen Europoort en Brazilië. Leeg heen en terug met ijzererts dat op de Maasvlakte wordt overgeslagen. Aan boord ook de apparatuur van het KNMI. Voor een deel nog handwerk, zoals dit apparaat dat de temperatuur van het water in de lucht meet. Op vaste tijden wordt alles gemeten. De luchtdruk, de windsterkte en de windrichting en natuurlijk de temperaturen. En met de speciale KNMI-software wordt alles dan ingevoerd in de computer. Het handwerk gaat er nu vanaf. Alles zal worden geautomatiseerd. Maar of dat een succes gaat worden, niets is veranderlijker dan het weer, is de ervaring op de Bergenstaal. En dus is waarneming door mensen ter plaatse het meest betrouwbaar. Definitely better, because how a human perceives the situation, sees a condition at that time, will be definitely different than what a satellite. De Bergenstaal vertrekt zondag weer naar Brazilië en blijft tot nader orde het KNMI voorzien van de gegevens over het weer onderweg.